Welkom. We gaan het vandaag hebben over voedingsmiddelen en voedingsstoffen en met name over vertering. Wat is vertering nou? Vertering gebeurt natuurlijk in ons maag-darmkanaal, van onze mond tot onze anus. Alles wat we eten, voedingsmiddelen, die zijn onder te verdelen in voedingsstoffen. En die voedingsstoffen heb ik hier opgeschreven. En het is eigenlijk het principe is vrij simpel, maar de uitwerking is natuurlijk weer vrij complex. Die voedingsmiddelen, die nemen we naar binnen. We zeggen wel naar binnen, maar ons lichaam ziet het maag-darmkanaal, de lumen daarvan, dus waar het voedsel zich bevindt, nog altijd als buitenmilieu, dus extern milieu. Daar vindt vertering plaats. Dus op moleculair niveau worden die moleculen in stukken geknipt. En pas als het hele kleine onderdelen zijn, dan worden ze opgenomen. En dat opnemen noemen we resorptie. En dat gebeurt in de darmen. Die zes voedingsmiddelen, water, vitamine, mineralen. Ja, die mineralen, dat blijf ik zelf ook iets raars vinden. Scheikundigen noemen dat zouten, biologen noemen het mineralen. We hebben het eigenlijk over hetzelfde. Ja, die kunnen direct worden geresorbeerd. Die worden direct opgenomen, maar moeten daar wel voor in de juiste plek belanden. En dat is de dunne darm. Koolhydraten, peptiden en lipiden. Saccharide, peptiden en lipiden. Of koolhydraten, eiwitten en vetten. Ja, in de volksmond, die moeten vaak eerst verteerd worden. En daar gaan we met name gaan we naar kijken. We hebben verschillende soorten koolhydraten en eiwitten. En vooral die koolhydraten, dat kunnen polymeren zijn. Ja, hele lange koolstofketens. Dan moet eerst vertering plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan zetmeel, ja, van je pasta. Als het enkelvoudige verbindingen zijn, dus enkelvoudige suikers zoals fructose, ja, druivensuiker, dan kan het direct opgenomen worden, maar ook pas weer in de dunne darm. Die lipiden, daar is iets apart mee aan de hand, dat zijn geen polymeren, maar dat zijn triesters, zoals je hopelijk weet van scheikunde. Daar gaan we later ook nog verder op in. Die triesters, die moeten eerst ook verteerd worden. Dus die esterbindingen die er zijn, die moeten eerst opengeknipt worden. Om ze te maken heb je natuurlijk een condensatiereactie nodig. Dan komt er water vrij en nu moet er water in om die OH-groepen weer op te vullen. Goed, deze zes voedingsstoffen. Ik heb hier heel schematisch en een beetje klein heb ik ons verteringsstelsel. Mond, maag, twaalfvingerige darm, dunne darm, dikke darm en endeldarm. En het principe is dat spijsverteringsenzymen met oppervlaktevergroting zorgt voor een goede resorptie. Nou, ik heb met kleurtjes aangegeven waar vindt wat nou plaats. Die spijsverteringsenzymen die komen erbij in de mond, in de maag, in de twaalfvingerige darm en in de dunne darm. Daar komen allemaal enzymen bij. Het oppervlaktevergroting is natuurlijk in de mond. Ja, daarom kauwen we. Daarom is het niet verstandig om dingen zomaar door te slikken, want dan verteer je het niet goed. En je proeft het overigens ook niet. En je ziet dat er gal staat, ook in het zwart genoemd. Ja, dat emulgeert het vet. Dat gaan we later ook nog gaan we het over hebben. Maar dat heb je hopelijk ook in 4VWO scheikunde, heb je dat ook gehad, wat een emulgator is. Dat is dus het zwart en het rood. En het groene gedeelte, het resorptie, ja, dat is van ergens in die twaalfvingerige darm wordt er al wat opgenomen. Tot en met de dunne darm. Het ligt een klein beetje aan wat voor voedsel je eet. Alcohol bijvoorbeeld kan al in de maag worden geresorbeerd. Dus die past niet helemaal mooi in dit verhaal. Maar normale vaste voedingsstoffen of middelen. Dus als jij gewoon een normaal bord eten eet, dan is die resorptie meestal in de dunne darm en in de dikke darm. We hebben daar een meter of 5, 6 bij een volwassen man. Ik dus, ja. En ben je dus iets kleiner van postuur, dan is je maag-darmkanaal wat korter. Ben je iets groter van postuur, dan is dat ook wat langer. En het duurt even voordat het helemaal door je maag-darmkanaal is. Maar sommige mensen hebben ook weer een hele snelle spijsvertering. Dan gaat het peristaltisch systeem. Dus dat is zeg maar het samenknijpen tussen lengtespieren kringspieren in het systeem. Die het voedsel dus naar beneden, of tenminste die goede weg doorstuwen. Gaat het sneller dan bij andere mensen. Maar pak een beet zo'n 24 uur voordat dat voedsel helemaal
op de plek is aangekomen van bestemming en dat je het als het goed is in het toilet deponeert. Oké, dit is het introductiefilmpje over spijsvertering. We gaan verder in op de chemie daarvan. Dan gaan we kijken wat gebeurt er met die koolhydraten, peptiden en met die lipiden. En we gaan kijken waar wordt wat verteerd. Dan gaan we nog wat kijken naar die dunne darm. Dat is ook een bijzonder weefsel. En daarmee kunnen we misschien verklaren verderop in de filmpjes waarom er zo relatief vaak darmkanker, waarom mensen relatief vaak darmkanker krijgen. Maar dit is een overzicht en dan weet je waar we het dit hoofdstuk over gaan hebben. Succes!